Goedemiddag. Vandaag is het ook in Morsel, de Damiaanactie. En bij mij staat Dirk van der Poel van de Damiaanactie. Dag Dirk. Dag Dirk. Ja, dat wil lukken. Zeg, de Damiaanactie, kun je dat eens wat meer toelichten, alstublieft? Damiaanactie is momenteel de grootste lepra-bestrijder ter wereld en een van de 10 grootste tuberculosebestrijders. Wij genezen ongeveer 250.000 mensen per jaar. Wij doen dat ondertussen al 60 jaar, want Damiaanactie wordt vandaag 60. En wij doen dat in het spoor van onze Vlaamse heilige Damiaan. Goed, en want het is allemaal begonnen met stiftenverkoop. Klopt dat, jaren geleden? Ja, 60 jaar geleden. Eerst niet met stiften, maar dat was nog met stickertjes. En ik herinner mij nog dat we zelfs nog windels moesten verzamelen bij onze zuster directrice in de kleuterschool. Later werden dat dan die stiften. En die stiften, dat is een beetje ons handelsmerk geworden. Maar we hebben ook knuffeltjes en andere allerlei prulletjes. Maar leuke dingen dat mensen kunnen kopen om onze naam en ons hartje bij te houden. Maar ook en vooral om ons te steunen, want uiteindelijk, wij moeten mensen kunnen genezen en een mens genezen kost ons €50. Dat is niet zo heel veel, hè, €50. Voor de kinderen, die zeggen dan zelf van, ah ja, maar dat is zoveel als een PlayStation-spelletje bijvoorbeeld. Maar eigenlijk, voor mensen ginder is dat een fortuin. Als je in Bangladesh €50, dat is een maand werken, dat gaat niet, hè. Jullie weten waar Damiaanactie voor staat, dat hebben jullie vorige week gezien op film. Jullie weten ook het verhaal van Damiaan. Dus als mensen daar vragen over stellen, dan reken ik erop dat je daar ook op een goede manier op antwoordt. Een knuffeltje, wat ook op de prijskaartje staat, want die zijn van verschillende generaties en weet ik veel wat. Wij hebben afgesproken, een knuffeltje kost €5. Je krijgt ook zo'n zakjes mee en daar zit zo'n boodschappenpas in. Zo'n echte, gewone, fantastische, mooie Damiaanactie boodschappentas. En die kostte ook €5. En hoeveel kinderen gaan er vandaag op stap? Vandaag zijn er een 40, 50 op stap. In de loop van de week zijn er nog een aantal kinderen. Dat zijn de vormelingen trouwens van Morsel, die nu op stap zijn. Van de week zijn er een aantal jongeren van de Jenaplanschool in gang geschoten. En we hebben ook nog jongeren van de Parkschool die in gang zitten. Dus er is heel wat volk op de been. Daarnaast hebben we ook ons comité dat in de kerken de volgende dagen een stand zal hebben. En wat is het doel, wat is het richtdoel dat je hoopt binnen te halen met deze actie van deze week? Vorig jaar hadden we een €3.000 bij elkaar. We zouden dit jaar toch zeker beter willen doen. Het is belangrijk dat we als Morsel laten zien dat we ook willen groeien. Dat we ook onze solidariteit met mensen van ver weg een stukje willen aansturen. En daarvoor staan wij. De groep die nu vertrokken is, welke wijken doen die? Die gaan zich vooral op het centrum van Morsel in Oude God concentreren. Omdat het vormelingen zijn die ook een beetje in de kijker willen lopen. We willen namelijk niet alleen de verkoop stimuleren, we willen ook de naam Damiaanactie kenbaar maken aan veel mensen. Dat in combinatie met onze campagne eigenlijk een goede manier is om mensen te mobiliseren, om ook te storten. Want als je €50 stort, krijg je nog een stukje terug van de belastingen en dat is natuurlijk ook een positieve zaak. Oké, Dirk, hartelijk dank, want jij gaat mee op stap gaan en veel succes. Dank je wel.